eerste keer wint de Nederlander de ronde van Italië. And Democrats are going to be saying what went wrong. De vakbonden vieren het als een grote overwinning. This is an historic moment. The United States of America has elected its first black president. De Soul Soundtrack van de week. Filmregisseur Martin Koolhoven ken je misschien wel van Het Schnitzelparadijs, Brimstone en Oorlogswinter. Maar hij weet ook heel veel van muziek. En daarom vraag ik hem elke week om een liedje uit te kiezen dat past bij een gebeurtenis van de afgelopen week. Martin, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het daar in Hilversum? Nou ja, lekker. Maar ik kom erachter dat ik jou elke week weer een beetje beter leer kennen. Want ik begrijp dat jij in de gevangenis hebt gewerkt. Ja, nou, je zegt gelukkig gewerkt. Dat klopt, inderdaad. Ja, ja nee, dat was vlak voordat ik naar de filmacademie ging. Toen ik zat in Brussel op de academie en toen hadden ze een plek over voor een paar maanden in een gevangenis in Limburg. En ik ben gediplomeerd agogisch werker, dus ik mocht daar werken. Dus ik heb daar een paar maanden gewerkt. Als wat dan? Ja, als werkmeester heet dat. Dat betekent, dat was een half open inrichting. En dat wil zeggen dat, dan moeten ze overdag moeten werken. En dan moet ik ze aan het werk aan de gang houden, zeg maar. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Nou ja, leuk. Maar ik zat bij de mensen die, zeg maar, je had mensen die zaten in de houtbewerking en dat soort dingen en zo. Maar ik had dan een groep mensen die eigenlijk te zwak, te ziek en misselijk waren om naar buiten te gaan. En die moesten dan heel saai werk doen. Dokjes op dingetjes doen, is dat echt verschrikkelijk. Maar Nee, goed, die zijn als het goed is allemaal weer buiten. Ja, en ontzettend veel geluld. Dus ik vond het heel interessant. Ja. Je hebt er vast ook wel inspiratie opgedaan. Gaat het inderdaad over gevangenen? Die was ontsnapt in een huis van bewaring in Vught. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Nee. Voor het eerst in 5 jaar. Ja, dat was voor het eerst in 5 jaar was er dus iemand ontsnapt. Mm-hmm. Het was niet heel spectaculair, volgens mij gewoon weggelopen. Maar afgelopen zondag hebben ze hem dus weer te pakken gekregen. De politie die greep hem in zijn nek wel in Os. Nou weet ik niet of jij wel eens in Os bent geweest, maar ik snap eigenlijk niet zo goed waarom je dan eigenlijk ontsnapt. Weet je wel, dan ga je naar Os. Maar oké, okay. Hetzelfde. Maar het nummer dus is Bustin' Loose van Chuck Brown deze week. En is dat een nummer waarvan ik een sample ken? Ja, jij kent die, dat hip-hop. Hoe heet die ook weer? Die I feel like Bustin' Loose, Nelly. Ja, Nelly inderdaad. Yeah, it's getting hot in her. Ja, precies. Nou ja, dat is dus go-go, zo heet die muziek. En Chuck Brown is een van de bekendste go-go-muzikanten. En go-go is een soort subgenre van de funk. Het is ergens halve eeuw geleden ontstaan in Washington. En Chuck Brown die heeft een cruciale rol in gespeeld. Go-go was in die contraien al een fenomeen voordat de rest van de wereld in de gaten kreeg. Nou, ik kan u technisch gaan uitleggen wat go-go precies is. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, weet ik niet of ik het zelf wel helemaal snap. Ik geloof dat het iets gaat om wat ze dan een syncopated beat noemen. Dat is dus waarbij het niet alles op de tel speelt, maar ook ertussen, wat het heel speels en verrassend maakt. Het gek is, ik herken dus een go-go beat wel direct, weet je wel. Als je niet in de laatste plaat door de typische funky percussie vaak, weet je wel, die dan alles op een hele lekkere manier opvult. Maar ja, wat het nou precies is, ik snap het niet helemaal. Maar go-go werd dus heel populair in de jaren 80, onder andere door Curtis Blow en Trouble Funk. Maar bijvoorbeeld ook Slave to the Rhythm van Grace Jones heeft duidelijk een go-go beat. En de Beastie Boys en andere hip-hop acts hebben ook allemaal go-go platen gesampled. Ja, en jij noemde er net dus ook nog een. Mm-hmm. Nelly inderdaad. Ja, nou, pure go-go is echt feestmuziek. En het is dus ook niet zo gek dat het als een live fenomeen begonnen is. De Soul Searchers die speelden de bouncy party beat in clubs. En het verhaal gaat dat Chuck Brown naar elk liedje de dansvloer leeg zag stromen. En dan naar de drummer op een gegeven moment riep go-go begon te roepen. Want als de beat nooit stopt, dan hoef je ook nooit niet de dansvloer opnieuw vol te spelen. En slim. Zo werd de term go-go punk geboren. Nou, nooit doodchecken dat soort verhalen. Ander verhaal omtrent Chuck Brown is dat hij serieuze interesse in de muziek pas begon toen hij op jonge leeftijd in de bak zat. Gaan we weer met de gevangenis. Hij heeft 8 jaar in de gevangenis gezeten voor moord, maar volgens hemzelf was dat zelfverdediging. Dus nou, hoe dan ook, in de bak ruilde hij sigaretten in voor een gitaar en zo is het allemaal begonnen. Bustin' Loose, die blues begon dus ook blijkbaar live. De band die heeft het nummer een paar jaar met groot succes gespeeld aan de Oostkust, waar ze echt een fenomeen waren in de jaren 70. Chuck Brown moest echt overtuigd worden om het nummer op te nemen, want de band die had 2 albums gemaakt, maar eigenlijk waren ze ermee opgehouden omdat ze veel meer geld konden verdienen met een live optreden. In de studio was het volgens Brown vooral moeilijk om de drums in het nummer goed te krijgen. Hij heeft 3 drummers ontslagen, alvorens er eentje bij was die de juiste sound had. Nou, Bustin' Loose werd miljoenen keren verkocht, het signature nummer van Chuck Brown, en waarschijnlijk de reden waarom hij zijn bijnaam The Godfather of Go-Go kreeg.
Vorige week draaiden we de Red Hot Chili Peppers. En ik heb altijd het idee gehad dat Give It Away, Give It Away, Give It Away Now van Anthony Kiedis geïnspireerd is op Give It A Bridge Now van Chuck Brown in dit nummer. Ga maar luisteren. We zijn in 1979. Chuck Brown en de Soul Searchers, Bustin' Loose. Dit is de Soul Soundtrack van deze week.